Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik jullie een aantal opbergmethodes laten zien die ik heb voor de spulletjes voor mijn reborns. Hier hebben jullie trouwens Nicky en Ricky lekker gezellig samen in de schommel. En nou, hier bewaar ik dus al de spulletjes, of tenminste het grootste deel van mijn reborn spullen in. Nou, dat is gewoon zo'n kast met laders, deurtjes. Hier in deze lades heb ik dus allemaal de kleding. Dat vind ik zelf ook gewoon het makkelijkst om hun kleding in deze lades op te bergen. Nou, heb ik ook nog wel een deel in mijn eigen kledingkast, een klein deel hangen voor mijn reborns. Dat is gewoon meer de outfits die ik bij elkaar wil houden, die hangen dus in mijn kast. Wat ook erg fijn is om de kleding in te bewaren zijn deze grote plastic bakken. Hier heb ik dus alle kerstkleding in zitten en kerstschoentjes, kerstsokjes, noem maar op. Dus alles voor de kerst zit hierin, qua kleding en zo. Dan heb ik hier alle jurkjes. Deze twee containers heb ik gewoon bij de Action gekocht. Heel makkelijk en simpel en ook vrij goedkoop. Nou, deze bakjes die komen ook bij de Action vandaan. En dat vind ik wel fijn, want dan kan je het ook per soort opdelen. Dit zijn bijvoorbeeld de zomerschoentjes, dat de winterschoentjes, sokjes, majo's. Daar heb ik hier de mutsjes. En de slofjes. En dan zit gewoon per categorie zo ingedeeld. En dit is dus wat achter het andere deurtje staat. Hier heb ik zo'n bak met van die laadjes erin. Dan heb ik hierboven de zelfgemaakte haarbandjes die ik zelf heb gemaakt. En daarachter nog een paar strikken waar ik nog een haarbandje onder wil zetten. Daar zitten al hun wandjes in. Hier heb ik een kwastje in zitten die ik dan gebruik om bij de oogjes schoon te maken. Als er een stofje op zit ofzo. Daar nog een bakje met wat andere dingetjes. En die gaan mijn mandjes haal ik eigenlijk gewoon allemaal bij de Action en zo. En ik vind het ook wel fijn als het zo geordend is op categorie, om het zo te noemen. Daar heb ik een mandje en er zitten allemaal dekentjes in. En vliesdekentjes. Het tweede laagje zit helemaal vol met allemaal verschillende haarbandjes. En dan hier nog wat haarbandjes en de andere knuffeltjes van de ja, schommelstoeltje om het zo te noemen. Het leeuwtje en het girafje. Nou, en deze haak hier. Dat is ook een hele handige tip. Als je dan zo'n deurtje hebt waar deze haak, zo'n haak net precies om past. Ja, het moet wel net precies passen met de breedte van je deurtje. Dan kan je er nog wat kleding aan ophangen. Dit is trouwens kleding van Teddy. De Zaf Creation Pop die met slaapoogjes. Nou, haar winterpakje en dan twee zomerpakjes. Die hebben gewoon aan zo'n haak hangen. En dan zit hier nog een soort van minuscuul dekentje. Wat hij eigenlijk wel eens een keer weg kan, maar wat ik hier toch nog in heb liggen. Omdat ik het toch nog wel leuk vind voor Ricky. Een klein smiley knuffeltje en Teddy haar warme vliespakje. En dan hier heb ik al alle kleding in zitten van maat 68 tot maat 72. Dus hier zit kleding in voor Toetie en voor Teddy. Nou ja, Toetie kan ook vanuit deze laders de kleding aan. Maat 56 dus. En ze heb ik dus met bakken opgeborgen. Ook hierachter. Nou, en als laatste heb ik hier in mijn reborn hokje. Daar heb ik nu even op ingezoomd. Want mijn camera zit momenteel aan het snoer. Omdat de stroom op was van de batterij. In een zo'n verlengsnoerdoos naar mijn stopcontact. En dit is echt het verste hoe ik dichtbij kan komen. Dus ik zoom even in. Nou, in deze blauwe bak. Dat is gewoon zo'n mand. Die kocht ik bij de Zeeman. Dus ja, je kan echt overal je opbergspullen vandaan halen. Van die plastic bakken. Dat zou ik echt aanraden bij de Action om die te halen. Nou, zo'n ladenbakje waar ik die haarbandjes in bewaar is ook een idee bij de Action. Deze kocht ik toen de tijd bij de Zeeman. En hier zitten gewoon al hun knuffeltjes in. Van knuffeltjes, rammelaartjes, van die troogjes, nou noem maar op, dat zit er dus daarin. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om te zien. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!